ik nou op dit knopje duw? Stop. Nou, doe maar niet. Ik ben vandaag stijlmedewerker bij Tata Steel. En volgens mij moet je daar echt ijzersterk voor zijn. Waar blijf je nou? Dit is Seb. Wat doe je precies? Wij maken staal, namelijk blik. En de bedoeling is dat jij aan het eind van de dag mee hebt geholpen om deze rollen te produceren. Ik ga deze zelf maken, of jij de fabriek. Dat is de bedoeling. Deze fabriek die is echt gericht op blik maken. Eigenlijk alles wat je van blik vindt in de supermarkt kunnen wij hier maken. Wat vind je het leukste aan je baan? Dat je echt een product maakt wat de hele wereld over gaat. Nou, deze is wel 20 ton, denk ik. Oh, dat is niet alleen even groot als ik, maar ook even zwaar. Hey, hoe ziet jouw dag er hier nou uit? Met de ochtenddienst zoals vandaag beginnen we om 6:30 met het meten van de anodes. En dan halen we de dunner eruit. Het is een heel belangrijk baantje, want dit bepaalt de dikte van je tinlaag. Wat gebeurt hier nou precies? Nou, de rolstaal die komt binnen vanaf de koudwals. Daar is die plat gewals. Dan gaat die eerst door de schoonmaakbaan. En dan kan hij door naar de tinnerij of naar de klant. Als ik nou op dit knopje duw, stop. Nou, doe maar niet. Oké, ik zal het niet doen. Hier wordt het vertinde blik gecontroleerd op allerlei fouten. Vandaar die spiegels. Zet de straks even de band stil om fysiek te kunnen bepalen of de band goed uitziet. Dit is het allerbelangrijkste. Ja? Ja. Waarom? Als de fouten naar de klant toe gaat, dan raak je klanten kwijt en wij geen werk meer. Ja. Dus jij bepaalt of het goed genoeg is om door te sturen naar de klant. Als de lustertoren helemaal vol loopt, valt het hele proces stil. Ja, dan heb je zo'n 400 tot 600 meter. Dat is allemaal afkeur. En dat gaat het schrotbak in. Nou, dan moeten we opschieten. Verder geen druk op mijn schouder. Kijk, kun je gewoon visueel bekijken. Ik let op de effenheid. Op de teepjes. Ja, cool. Krijg je een beetje de zenuw van de tijdsdruk. Om hier bij Tata te komen kunnen werken, moet je natuurlijk wel een aantal dingen kunnen. Wel een hoog veiligheidsbewustzijn, nauwkeurig en zelfstandig werken, flexibel zijn, technisch inzicht. Ja, je moet natuurlijk ook gewoon stalen zenuwen hebben. Ja, dat zeker. Dit is mijn rol. Ja, dit is de rol die je net gecontroleerd hebt. Plakken we nu dicht. Nou, daar gaat je rol. Dus als er niks fout gaat, dan is dit het eindproduct. Ja. Tada! Steel.